Balans, hippiek. Maar dan nog een stukje lopen. En Kim die een beetje uit haar dakje gaat. Wat was dat dan? Is dat een vlieg? Je bent bang voor vliegen. Nee, maar ik kwam ineens heel dicht bij mijn hoofd. Misschien heb je wel wat lekkers op je hoofd zitten dat een vlieg lust. Nee. Weet het niet. Maar goed, we hebben 2,5 uur in de auto gezeten. En nu zijn we hier. In Exlo. Zo heet de plaats toch? Ja, zeker. Dat weet Christine altijd. Die heet hier Exlo. Die weet waar de hele wereld is. Het is een knollenveld aan het einde van de wereld. Maar het is heerlijk buiten, dus het is prima. Exlo. Prima, zegt ze. Nou, oké. Ja. Dus we gaan nu naar Hippie Centrum Exlo. En dan gaan we eens eventjes kijken hoe het met Balans hippiek is. Gaan we Ilse even masseren? Oh, ga je Ilse masseren? Tuurlijk ga ik Ilse masseren. Je zou een stoel meenemen. Ik geen zin in, want dan wil iedereen gemasseerd worden. Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik wel. Ik masseer alleen mensen die ik leuk vind. Oh, oké. Okay. Ik kan jullie vertellen, het is heel lang geleden dat ze mij gemasseerd heeft. Ik weet niet. Jij wil niet. Ik weet niet. Jij wil niet. Dat is een dingetje, zeg maar. Ja? Ze wil niet. Aha. Nou, oké. Okay. Balansepiek. We hebben balans mentaal en fysiek. En dan hebben we allerlei zadels. Ook leuk. Kleding. Schilderijen. Kranio bij het paard. Kranio heb ik zelf ook wel eens gehad. Dat helpt wel. En bier, koffie, thee en dingen die je beter niet kunt eten. Omdat het ongezond is. We hebben hier ook onderbroeken. We hebben daar Candy Life is. Tadaa! Ik moet hem zo houden. Dus dan is het wel handig als ik film. En hier hebben we vriezen. Equimotion. Ook spannend. En hier hebben we een paardenambulance. Dat vind ik dan wel heel erg gaaf. Dus even kijken. Nou ja, we hebben hier in ieder geval handschoenen. En hier hebben we boekjes. En officiële paardenambulance van de boeraanhangwagens.nl. Nou, dan gaan we eens even kijken. We hebben hier de trailer. Ik denk dat het vooral in de voorkant zit. Ik neem aan dat jullie me allemaal wel zo verstaan. Ik zal even naar voren lopen. Nou, dan zie je hier in ieder geval een heel zeil. En wat daarin zit, dat weet ik dan niet. Het ziet er wel spannend uit allemaal. Ondersteunen. Oh, ik moet hem ook nog ondersteunen. Ja, maar met kleine tikjes. Met kleine tikjes. Hallo! Test 1, 2, 3, 4. Dit is niks voor YouTube mensen. Dat gaan we niet worden, echt niet. Hij is wel heel gaaf, maar ik denk. Nee. Zal ik mee naar het woord? We gaan gewoon weer aan.
Zal ik hem weer overpakken? Kijk, dan doet hij het. En nu vloggen. Oh, nu vloggen. En nu vloggen. Zet ik hem wel even aan. Ja. Testen, hallo, 1, 2. Nu gaat hij wel aan, bij mij niet. Testen, hallo. Kijk, dit kan toch perfect? De vliegende vlogger gaan we hem noemen, jongens. En jij heet? Arnoud Mol. Kijk, en hij is van? Arnoud Mol Filmproductie. Ik bedoel maar. Dus als jullie een evenement hebben, dan moet je bij? Arnoudmol.nl kijken. En dan? Contact opnemen. Komt hij met dit ding en gaat hij evenement filmen? Heel mooi, stabiel. Nou, het is wel stabiel en het is heel groot, maar het is ook wel een soort grappig. Ja. Ben je aan het doen, Kim? Ik wil paardrijden. Kijk, dit is het paard. Dit is nou het paard van Roos. En hij is heel lief. Hij is hartstikke braaf. Hij stijgt niet, hij rent nooit weg. Hier durf ik zelfs op. Oh, ik denk, wat doe je nou? Maar daar is ook nog een spiegel. Dus Kim kan ook nog volgen wat ze aan het doen is. Ik kan het net niet zien. Het is niet helemaal mijn beugelmaat. Het antwoord zijn zal het vast kunnen. Heb ik al gedacht, maar bij een nerveus paard voelt ze comfortabel. Ik denk zomaar dat het idee is dat je het balletje in het rondje houdt. Kijk, daar mijn balletje. En dan moet Kim hem in het rondje houden. Dit is je middenbalk. Daar ben je niet zo goed in, Kim. Wel hoor, Kim kan het wel. Oké. Doet zo. Ik kan het wel achter. Daar, dan met de blijven zitten. En dan als wij achter, dan ga je goed je buikspieren aanspannen in je achterbuik. Ja! Oké. Netjes op die gaan zitten. Netjes, want zo. En ga.
namelijk de kanten van de vorm. En dan ietsje boven liggen bij de voren. Ja, daar goed zo. Dan kan je ook dat ik een reactie van mijn onze fout is. Kijk, als jij een programma maakt om te bekijken wie op dat moment zijn maat het verst heeft, dan maak je vast dat online dingen zijn. Vandaar en daar moet dat doen, en vandaar en daar moet dat doen, of je moet daar over die hindernis, of daar over dat water. Ja, nou gaan wij ook, omdat wij daarin opgegroeid zijn, gaan wij ook zo trainen. Dus wij gaan trainen, ik ben volgende week weer naar een M1-proefje, dan moet ik van K naar H middendag oefenen. Shit, dan gaan we weer, ja, morgen, K middendag, verdomme, gaan we weer aan. Maar realiseer je, om een middendag te ontwikkelen, moet het paard dus grotere pas maken. Dus hij moet niet sneller gaan naar voren. Als hij naar voren gaat, gaat zijn zwaartepunt naar voren. Begrijp je dat? Normaal gesproken is zijn zwaartepunt ongeveer tussen je knieën. Als hij goed gaat, dan gaat zijn zwaartepunt naar voren. Dan krijg je vluggere kleine pasjes. Dus wat doen wij allemaal? Omdat dat in een proef zit, gaan wij heel vaak dat lijntje, of op die plek, of op de overkant, dat maakt niet uit. Het paard kan echt niet houden, lange zijde bij B of bij E. Op die lange zijde gaan wij die midden gaan oefenen. Wat moet u nou oefenen? Actief draven. Het is net een vliegsysteem. Hier een vlag hebben. Ja. Je kan zo op het vliegveld verder. Ja, ja, dat je hebt je roeping gemist. Ja, nee, dat was mijn studie. Niet? Nee. Oh, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Nou, graaie Frenk, kom, dan kunnen we het even zien. Kom op. Grappig dit ook. Duik erin, Hils, kom op. We willen actie hier. We willen graaien. Hallo. Ik ben met Leo, maar ik ben een collega van die rijden. Kan ik jou vragen? Even op de foto gaan met deze. Super, kijk, daar staat Kimmetje met Rien van Schot. En daar hebben we Ilse van Balansiepieken Vereniging Eigen Paard. En daarmee gaan wij op de foto. Want Ilse, ja. Is Ilse Jespers. Toevallig. Ja. En niet te vergeten, wij kennen Ilse wel. Dus. Haar vader wat minder. Niet kennen. Die kennen we niet. Dat is de vader van Ilse. De vader. De vader van Ilse. De vader van Ilse. Jespers, daar herken je hem aan. Ja, precies. Hij kan ook paardrijden volgens mij, hè? Ja. Denk je? Hij doet iets met paarden. Ah, weet ik niet hoor. Christine schiet niet op, dus we sluiten maar samen af. Oh, daar komt ze eindelijk. Hobbel, hobbel, hobbel. We zijn geweest in Exlo bij Balansiepiek. En we hebben ontmoet. Een heleboel mensen, maar onder andere, hoe heet die ook alweer? Frenk Jespers, ja! Yeah! En Ilse Jespers. En Roos Dijssen. Ja, ook. En Ingrid Hekkert. Ja. En Rien van der Schaft. Ook nog. We moesten wel even kijken, maar dat was de meneer met de bril. Ja, waar Kim mee op de foto staat. Kim staat er nu mee op de foto. En, vond je het leuk? Dat was hartstikke leuk. Heel leerzaam. En we hebben ons prima vermaakt vandaag. Ja, je moet wel even je hersenen meenemen. Dit kun je niet doen als je hersenloos bent zo'n dag. Het gaat niet lukken. Je moet echt nadenken. En er komt onwijs veel informatie op je af. Dus je moet wel even je leerpetje meenemen als je hierheen gaat. Ja. Er zal vast een volgende editie komen. En waarschijnlijk zullen wij dan waarschijnlijk wel weer gaan. Al is het maar om te kijken dat wat ik hier vandaag geleerd heb, dan nog weet. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag de volgende keer. Yes. Doeg! Bye.